ook eigenlijk nog een hoenenpootje hier vanaf. Zou ik een hoenenpootje steken? Dan maak ik even een plaatje erbij. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Juwet op de planning. Nou, ik ga heel leuk lekker bedje dingen. Die wie wurdig, een beetje zakken leven dingen. En ik ben wat strand in de wask, dus dat zit ik aan de eerste armaatje. Joepie. Ik maak de vaatwasser nog even doen. En ik zal mijn auto even inpakken, even de bennenwijn erin. En wat spul van Ildo, want Ildo gaat van de middag naar Maken, Beppe, Ilke en Atjan in Grauw. Des is voor het eerst even hinnen, dus echt al linnig. Dus dat is wel leuk. Want ik ga een vergadering bij de omroep, dus daar ga ik hinnen. En ik denk dan Grauw, Ljout, mooi tegen bij elkaar hoor. Dan gaan we dat zo wat oplost. Verder wil ik Juwet nog even aan het skippen, want ik ga haast niks meer in de hoes. De koelkast kan haast uit, zeg maar. Dus ik hoop dat ik dat dan even in Grauw kan. Dan let ik Ildo nog correct na de vergadering nog even bij Paak en Beppe en dan het en het skippen en dan Ildo ook. Dat zie ik in de planning. Ik hoop je nog dat ik een beetje tijd toe haar om mijn zaken nog even een getinkstien te maken. Want we hier een mooie stien van boeken uitzocht. En de boel zaken graag dan boeken op verven of scrollen. Dus, en dat beeld er hield het wat bij, maar dat wil ik toch wel heel graag even doen om het echt aan te sluiten. Dus ik hoop dat dat nou, op een nijmiddag of begin van de jongen nog even een keer mijn zaken. Dat nou, vind ik wel mooi. Ik nog correct even wat mijn zaken dan. Zaken geeft vanmiddag mooi naar Rolof Jan te bartje. Dus die had de midden van zijn leven. Dat is helemaal goed. Alles hebben we te goed. Wat een feest, wat een feest. Nog één bak. En nog een heel prettig slag. Komt goed. A few moments later. Clear. Nog even de laatste brultjes opredden. Die pijltjes vind ik echt oerrood. Oerrood. Hier lijkt er een heel oi. Krentenpofke. Zal Ildo daar wat deel aan gaan? Hij is inmiddels ook al hut. Die gaat het nou uitvoeren om alles er heel dit uit te klauwen. Sham, flesjes. Lekkere recintjes. Extra setje kleren. Pumpers. En wijn even mijn keer paken. We hebben mooi te kouden. Waar ga ik dat ding nou weer? Hebbes. Kleer. Oeh, zit er nog wat in de brievenbus misschien? Leeg. Oh, het is lekker water trouwens. Heerlijk. Ik hoor echt van dit water. Gewoon net te heat, maar wat sintje erbij. Lekker. Ik zal nog even de vader aan. En dan is Ildo aan. Ik kom weer wekker en dan gaan we op naar Grauw. Dat is leuk. Op naar Grauw. Ik ga Ildo even in Grauw bracht. Met paken Beppe. En ik ging op naar de omroep van een grut oerles. Dit is een oerles van afdeling Chill. Echt de ben- en jeugdafdeling, zeg maar. En nou, ik ging bepraten van wat te dwaan en hoe en wat in 2022. Dus nou ja, ik let maar om je heen komen. Nieuwsgierig. Ik ben alweer bij de omroep bij. Wie een goed beteer. Even gewoon hoe alles wat rent en hoe nou, wat er komen gaat. En kap hem even bij elkaar. Dat is wel heel leuk, want ons dienen we altijd de vergadering via Teams de laatste eer. En nou, we zijn echt gewoon bij elkaar. Dus dat is wel heel fijn. En ik ga nog even boodschappen in. Ik denk, Ildo is nog bij Paak en Beppe, dus ik ga de handen vrij. Ik denk dat het me een strak plan. Oh, ik riet je in het verkeer hier. Dat is mijn tip. Yes. Oh, en ik ga nog de dingen doen. Even zien. Nou, zet ik het litse mokkeltje weer op, Helia. Zie je wat ik ga bij mij krijgen of dat ze haar horen willen. Ildo en Saak ga ik weer ophalen. En hij is dwaande mij de litse meermachine. Nee, je hebt het echt omgekeerd. Ik denk dat er dit bij de grote meermachine dingen had, denk ik. Oh nee, hoop ik. Hoi, je had net alles met de haar mee erin, hoor. Dat is gek.
Ik dacht al. Het naaien stikje. Dit is naaien, yes. Dat het hij denk ik bij de hal mee. Ik ja, hè? Maar we hadden dit weer eerst modder. Dat is nou gas. Dus dat doet alleen met de hal. Ik zal Lildo uit de auto halen. Die zit er in de auto. Een beetje sneu. Hallo. Was er een kut? Ja. Wat, skipjes? Zaken. Kies kiezen. Wie haar kies kiezen uit stampend boerenkool? Of poeltjes met appeltjes? Waar is ze nu? Oh, ik denk dat ze dat. Stampend boerenkool? Met spekjes? En reukwast? Domme. Nou, daarom heb ik de rest op. Dus krijgen we dus stampend boerenkool. Reukwastje erbij. Spekjes. En de rest in de koelkast. Hebben oh, een beetje damp. Damp. Lekker, lekker. Kan je stampen boerenkool, Elke? Het zaak is zacht. Hey, vorige keer weer het stampen trouwens, die toch zaken? Die druk het zo, ja. Lekker stampen, man. Het is clear, man. Die kunnen eten. Zo, voor de spierenontwikkeling weer. Spekjes. Lekker, lekker. Witter, hè? Spetter heet dat. Spettert. Heel heet. Heel heet. Mijn part, denk hem heet, ja? Nee, dat ken het. Jongen. Hij pakt het samen en kleert de hoorn vast. Lekker eten, jongens. Zeg dan. Lekker Rita! Maar ik ben even mijn zaak op struik. Ik zal eerst tussen even wat smieten, want die hebben hun beste tijd wel honger. Vind je dat zaken? Ik ben net zo mooi met dat. Die zal ik even wat smieten. En dan gaan we mij deze grote steen op een paard. Want wat komt er op de steen? Boeken. Boeken. Die meid zingen tinkstien van boeken. We hebben verfkwasten. Een doekje. Maar hier is een beetje sfeer. Dus we letten hem op een golfkar steen, maar dan rijden we even onder het even in loods, onder het aardak, hè? Ja. Wat? Oeh, gaat er even. Dit gaat wel heel mooi. Was er even in de vooruit. Even een stukje vooruit, even een beetje stekken. Dit ging net helemaal goed. Ja, in de achteruit, Shaggy. Doe maar. Is weer de vrijste, is ze. Ja. Oh, Dracula. Is weer de vrijste. In de vrij. Ja, dan geven we. Ratatatata. Hey, als het jongen. Ja, vooruit. Ja, doe maar. Ja. Kim. Is een grapje die hoor. Nee. Mijn hier jongen, wat mis man. Hij school en hij voort naar Roelof Jan. Ja. Maar nou je wat leuks hier. Hallo lekker eten. Nou je wat leuks op de Gerrit dan. Ja. Ik zei net hallo lekker eten. Hallo rapperiebe. Hallo rapperiebe. Jullie niet bloot zijn? Ja. Okidoki. Of maar zo'n draad wel. Dat lukt net, want mijn koelman voor mijn huid erop tillen. Dus hij is heel zwier. En hier kan stift. Zal ik er eerst boeken opschrijven en dat doet dan in verven? Ja. Maar misschien nog even op de verf hier op het dekseltje even. Welke kleur maar zo is. Ja. Maar is het waar kleur in het zitje? Oké. Okay. Schrouw ik boeken erop. Boeken. Okay. Jazeker. Dat is een mooi wat. Ja, dat is toch een buff? Ja, maar dan maak ik de pin iets. Dit, hè? Die twee gotjes net, maar dit was de kleur. Oké, welke kleur was het, Jack? Welke kleur? Jacht, de blauw en de kleur. Ik maak wel eerst de jachtblauw. Zie ik ze bij de vast op dan? Ja. Wacht, eens, kan ik een beetje op. Kijk, ik zoals mijn. Die ben beide zo handig. Dit is wel mooi van me. Zag ik de oude naast. De boekerie, lekker.
Oeh. 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 Dit is een oe. Dat is natuurlijk 12. Ja, 12 letters met een oe. Twee tekenklank. Oh, nou. Twee tekenklank. Zou ik niet dat het zo. Wat mij blauw wiel, zo voor blauw en green. Ja, maar ik ben nog verder, dat kan wel. En dan laten we allebei al binnen en geef gewoon een andere kleur te planten. Zeker. Hoe kan ik nog een hoedenpoortje hier vlaag zijn? Een hoedenpoortje tekenen. Dan maak ik even een plaatje in de wiel. Een uurtje. Een uurtje, ja. Want hoe kun je dood en dan kunnen we hem net zien. Oh nee. Oh ja, gewoon stip, stip, stip en dat. Stip, stip, stip en dat. Stip, stip, stip en zo. Voor zwart recht op Mia. Oké? Ja, best. Zwart is dan net gebroekt. Echt, hè? Nee, ze heeft een dap komen. Oh, dan heb je dan kun je dan even twee met prikken, kinderen. Dus was het een andere kleurtje? Is ze? Nee, dat is net scherper. Welke kleur is dan meer mooi? Red, dat vind ik ook mooi. Een beetje reet. Een beetje reet of rijk? Ja. Ik heb iets van reet of iets van reet. Het is wel ook rijk. Is het nog iets? Ja. Oeh, dat lijkt op goud, hè? Ja. Wow. Dit is wel echt super mooi, Jacques, trouwens. Nou, dan moet hij dan even helpen om de deel te zetten. Die is echt heel sfeer. Ja, best samen eerst? Ja. Een beetje green in je pirouan? Nou jongens, ik heb jullie mijn naam in een dij van alles nog wat. Dus van alles die in Waske zei. Ik ben naar Grauwest om Ilda te brengen. Ik ben naar de Omroep West om daar te vergaderen. Ik ga lekker eten, zien, boodschappen doen. En nu ga ik mijn zaken een hele mooie getankstien maken van boeken. Dan kan ik hem altijd herinneren of de loons rennen. Dan zien we die mooie letters en de mooie stien. Ik ben benieuwd hoe lang het erop blijft zaken. Oh, we kunnen hem hier mooi vannacht stien. Let ik in het droefje. Wacht even. Nou ja, ik zou zeggen, vond je dat naar dit nou net dupje? Ik zou zeggen, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauw tonkje omhoog. En via het net de chill app te downloaden voor op je tablet als telefoon. Hey, om te naar je chitsvlog! Hey, hoi!